Een kenmerkend geluid deze donderdagochtend in Olst. Op de bouwplaats van het Aardehuizenproject worden de heipalen de grond ingeslagen. Voor de toekomstige bewoners een memorabel moment. Ja, het is uniek. Een droom die uitkomt. Ja. Ja, hoe groot was die droom? Kijk, zelf zijn we al heel lang op een duurzame manier bezig. En in een gewoon huis krijg je dit nooit voor elkaar. Dus dit is voor ons geweldig. Ja, nou weet je, het dringt niet altijd tot me door dat het eigenlijk waanzinnig is dat we zover zijn gekomen. En dat het heel bijzonder is dat we het ook echt aan het realiseren zijn nu. Maar ja, we wilden het gewoon heel graag. Een duurzame wijk betekent niet alleen duurzaam leven, maar eerst duurzaam bouwen. En een grote jongen als deze voor het slaan van de palen hadden ze dan ook liever niet gehad. Ja, dit is eigenlijk onvermijdelijk. Heel veel ondergrond in Nederland is gewoon heel zacht. En de huizen zoals wij ze bouwen zijn veel zwaarder dan gemiddeld. Dus je moet iets doen, anders dan gaat de boel verzakken. Bovenop de palen komt een vloerpakket. Daarbovenop de autobanden gevuld met zand. Aan de zuidzijde van de huizen komen grote puien met glas om zoveel mogelijk zon te vangen. Bovenop een dak met zonnepanelen en een aardewal aan de achterkant. Het bouwen van zo'n aardehuis gebeurt al wel vaker, maar niet een heleboel samen als een hele wijk. Een hele wijk zo realiseren op deze schaal, dat is eigenlijk uniek voor de wereld. De initiatiefnemers van de Duurzame Wijk in Olst hopen dat het niet bij deze 23 huizen blijft. Er is hier nog meer grond uit te geven, rondom onze wijk trouwens. En wij hopen eigenlijk op een aardehuiswijk tweede fase naast ons. Over 2,5 jaar moet het er ongeveer zo uit gaan zien in Olst. Volledig zelfvoorzienend en mogelijk dus voorbeeld voor anderen.